GroenLinks en Partij van de Arbeid willen meer geld voor armoedebestrijding. Bij de gemeenteraadsvergadering van maandag kwam dit onderwerp aan bod. GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn het niet eens met de bezuiniging van 300.000 euro op het armoedebudget. Klopt, wij vinden eigenlijk dat er veel meer geld nog moet naar armoedebestrijding en dat er zeker niet bezuinigd moet worden. Wat je ziet is dat in Arnhem de armoede relatief hoog is en dat die ook nog steeds toeneemt. En voor heel veel mensen heeft dat heel veel gevolgen, ook voor kinderen die opgroeien in armoede. En daar moeten we gewoon extra budget voor vrijmaken. GroenLinks vindt het zorgelijk dat windvoerders die de financiën beheren van Arnhemmers met schulden veel te geld kosten en dat vindt hij zorgelijk. Zeker zorgelijk. Je ziet dat het geld wat we daaraan besteden de laatste jaren enorm toegenomen is. En wat er dan gebeurt is dat we dat geld niet kunnen inzetten voor bestrijding van armoede, voor het helpen van kinderen die in armoede opgroeien. En dat is ontzettend zonde, want dat geld is hard nodig. En er wordt steeds meer opgeslokt door die bewindvoering. Daar moeten we goed over nadenken hoe we dat beter kunnen regelen. Dat moeten we ook samen met de overheid in Den Haag doen. Maar tot die tijd moeten we blijven investeren in armoedebestrijding en het niet laten opslokken door die bewindvoering. Ik vind het ook bizar dat het Arnhemse budget aan het landelijke beleid gekoppeld wordt. Met groei en daling en landelijk gemiddelde, maar dat volgens u niet samenhangt met de Arnhemse realiteit. Klopt, nou, er zit op zich een goed idee achter dat we de trend volgen van als er meer mensen in armoede zijn, dan hebben we ook meer geld over voor armoede. Maar wat we nu zien is dat er een daling is landelijk qua mensen in armoede. Maar we weten dat het in Arnhem nog niet ingezet is, zeker als we de cijfers van de afgelopen jaren zien. En we zien ook op straat dat we nog niet voldoende doen aan die armoedebestrijding. Dat er gewoon echt nog extra geld voor nodig is. Dat er nog steeds kinderen naar school gaan die niet mee kunnen komen. Bijvoorbeeld niet mee kunnen gaan op schoolreisje of niet de juiste spullen hebben. Dan is dit niet het moment om te bezuinigen op armoedebestrijding. Is dit juist het moment om extra te investeren. Dat is ook wat GroenLinks doet. Dat hebben we ook in de tegenbegroting laten zien dat dat topprioriteit moet zijn, samen met het verduurzamen van Arnhem. En het is jammer dat het college daar niet in meegaat, maar we zien dat heel veel andere raadsfracties daar wel in meegaan. En we hopen dat we over 2 weken die begroting zo kunnen aanpassen dat we echt werk gaan maken van armoedebestrijding. Wethouder Gerry Elfrink gaf u antwoord. Wat was zijn antwoord? Nou, wat zijn antwoord is hartstikke interessant. Hè? Hij zegt namelijk van nou ja, er is echt heel veel geld nodig voor armoedebestrijding. En het is misschien wel verstandig zelfs om dat financieel alvast van tevoren te regelen. Wat ik veel interessanter vind is wat mijn collega-raadsleden ervan vinden. Want wij moeten uiteindelijk die begroting vaststellen. En ik zie dat er veel mensen zijn die wel sympathie hebben voor het voorstel om te zeggen we hebben meer geld nodig voor armoedebestrijding. Helaas is de SP daar bijvoorbeeld nog niet in meegegaan. We hebben nog 2 weken ze te overtuigen. Het is ontzettend nodig dat we het doen. En we gaan er alles op alles zetten om te zorgen dat we extra geld hebben voor die armoedebestrijding.